kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom, welkom, welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal, oftewel Rotjoch. En vandaag speel ik speciaal voor jullie weer Mindtopia. Mindtopia natuurlijk. En ja, het is een vers natuurlijk woensdag. Woensdag gaat in Mindtopia. Voor degenen die nog niet gekeken hebben, beneden in de beschrijving staat mijn schema. Kun je alle video's zien die ik doe op mijn kanaal natuurlijk. Onder andere Mindtopia 3 keer per week. Murder 3 keer per week, 2 keer per week. Mike of Buildaf. Lucky Block Races en PvP. Dat komt allemaal vanzelf duidelijk. Als je gewoon beneden kijkt, in de beschrijving staat mijn schema, mijn nieuwe schema. En daar kan je gewoon checken dat schema, hoe het eruit ziet. En ik zal het vooral even doen. In ieder geval, Mindtopia staat nu in Cosmopolitan. En vandaag heb ik belangrijke zaken te doen. Ik moet namelijk mijn geld afgeven aan Cosmo. Aan Cosmo, oftewel Duffy. Het geld van Cosmopolitan moet naar Duffy. Want Duffy is van de centrale bank. Ondertussen heb ik nog steeds heel veel last van mijn kies. Vrijdag heb ik een kanaalwortelbehandeling, heet dat. Van mijn zenuw, van mijn kies. Die is ontstoken. Die gaat er dus uitgehaald moeten worden. Dat is heel veel zeer. Dus af en toe drink ik een slokje van mijn thee. Dat is nu heel erg heet, maar ja, dat je het even weet. Dat is even belangrijk. En ik weet niet waarom ik het steeds als toevallig als ik wil opnemen. Omdat ik relaxed ben. Maar goed. Voor degenen die weten, de gemeente, elke gemeente moet 90% van de inkomsten die ze krijgen, moet ze afstaan. Inkomsten komen binnen natuurlijk van bepaalde dingen. Van de bouwbedrijf komt inkomsten binnen. Die houden zelf 90%. Dan krijg ik dus, ik krijg 90% van hun houden zelf 10%. Dan komt er 90% binnen van bijvoorbeeld Davidse winkel, die heb ik helaas niet kunnen krijgen. Daar komt geld van binnen en van het inkopen. Dus van Sander. Dat ga ik allemaal binnenkrijgen. Dan moet ik controleren. En dan moet ik allemaal inleveren bij uiteindelijk Duffy natuurlijk. Bij Duffy. Nou, het gaat dus als volgt. Eens even kijken. Want ik heb hier een leeg boekje. Dat is fijn. Man, dat is helemaal geen leeg boekje. Dan ga ik beneden even regelen. Maar dan gaat het als volgt. Hier zit de kast bijvoorbeeld. Ik heb gezegd tegen Sander, ja, leg maar in mijn kantoor neer. Dit keer normaal gesproken hoort dat niet. Maar ik heb hem even in mijn kantoor laten neerleggen. Want hij kon niet in de andere kisten komen. Er staat bij afblijven jij. Nou, afblijven jij. Dit is van Sander. Dit is 10% van dit. Dit is dus 90%. Hier links is 10%. Dat in dit is van Sander zelf. Sander is de inkoop. Dit mag hij zelf houden. Maar hij heeft het gewoon hier neergelegd om het aan mij te laten zien. Dit is wat ik moet krijgen. Alleen baal ik nu heel erg als een stekker. Want normaal gesproken moet er een boekje bij zitten waarin staat hoeveel geld dit is. Zodat ik het kan inleveren bij Duffy. Maar dit moet ik dus inderdaad inleveren bij Duffy. Moet ik opschrijven. Mag ik zelf 10% van houden nog. Ze moeten nog uitrekenen wat het totaal is. En daar mag ik zelf 10% van houden. Dat is 1. En dan heb ik ook een bouwbedrijf die beneden gedaan. Dat is 2. Maar ik zie nou iets wat heel erg leuk is. Mijn stad, oftewel eigenlijk vooral ik, maar wat het burgemeester geld is. Waar je zelf kiest of je in de stad gaat plaatsen of zelf gaat houden. Ja, ik doe het in mijn stad. Ik heb namelijk iets ontdekt. Het was dus als volgt. Voor mij was het natuurlijk burgemeester Jan de Engeman. Die had mijn kantoortje, een klein kantoortje. Die had nooit geld geïnvesteerd in de stad zelf, maar alles zelf gehouden. Want ik bedoel, je hebt zelf gezien hoe dit eruit zag, het kantoor. Moet kijken hoe de stad er nu uitziet. Het is een stuk beter. De Red Shop, dit ding heb ik verkocht. Toevallig, eerst was het mij, heb ik verkocht aan Timewalk, aan Jean-Paul. Oftewel, een van de PL's. Goeie gast, Timewalk, die wou het graag kopen. En ik dacht, mooi, hoef ik hem niet zelf 3 hoog te maken, hoef ik dat niet te betalen. Maar dat moet de ander lekker doen. Niet mijn pakje aan meer, dus dat moet 3 hoog. En ik hoef dat niet te betalen, want hey, het is niet meer van mij. Dat is mooi, heb ik voor 140k verkocht. Dus ik heb er maar 10k winst aan gemaakt. Want Jean-Paul is gewoon een vriend van mij. Dus dan dacht ik, nou goed, vriendenprijsje, weet je, minister, even een beetje paaien, natuurlijk de minister te vriend houden. Dat is hartstikke goed. Het ziet er gewoon goed uit. Het zat er mooi uit natuurlijk. De Walmart doet het hartstikke goed hiermee met die gebouwen van hun. Het is echt insane. Cosmopolitan groeit. Die heeft een groei gekregen van 180% in geld. Ik bedoel, dat is echt super dik, super vet, super goed heb ik gedaan dus deze maand. Maar, we hadden het over Jan de Engeman. Die had geen geld geïnvesteerd in de stad. En uiteindelijk stopt Jan de Engeman met burgemeester zijn. En we keken in de gemeentekas en er was best wel weinig geld in die kist. Dat vond ik al zo gek. Er was gewoon weinig geld in de stad en zo. Hoe kan dat nou precies? En uiteindelijk hadden we gekeken. Jan de Engeman die begon ineens bedrijfjes te openen. Jan de Engeman had heel veel geld. En dat was heel vreemd. Blijkt dus dat Jan de Engeman, de boef, echt een boefje, dat hij gewoon geld heeft meegenomen van de gemeente is. Hij dacht dat het van zichzelf was. Want hij was de burgemeester natuurlijk. Van, hey, ik was de burgemeester. Ik heb het geld binnengekregen. Dus ik mag het houden. Zo werkt het helaas niet. Het is de gemeentekas. En dan heeft hij geld van meegenomen. En niet zo'n beetje ook. Je ziet het al staan hier. 500.000. 5 ton. Dacht Jan de Engeman voor zichzelf was. En als hij stopt als burgemeester zijn, dat hij dat mee mocht nemen. Nee, dat blijft lekker bij mij, bij de gemeente. Dat is dus nu mijn geld. Ik ga het even kijken. Afrekening Jan de Engeman ziet staan. 500 kamers terug naar de gemeente. Het boefje Jan de Engeman wou het voor zichzelf gebruiken. Maar daar zegt papa nee tegen hoor.
precies dat. Time Walk legt het even mooi uit nog inderdaad. Time Walk, de minister, is erachter gekomen. En die heeft gezorgd dat ik het dus terugkrijg. Dus hartstikke mooi. Dat is helemaal van mij. Als ik wil, kan ik dus inderdaad kiezen om het op mijn eigen bank te gooien. Dan heb ik weer 1,9 miljoen, ziet het al. Ik heb 1,4 miljoen natuurlijk heel veel geld weer verdiend door het verkopen van mijn kleren. Ecotraxia aan die winkel, de Red Shop. Zeker nog even kijken daar. Mooie winkel. Dus dat is heel goed. Maar in ieder geval, 500.000 zijn we rijker. 5 ton rijker ondertussen. Ga ik even mijn werk gewoon weer doen als burgemeester zijn. Het probleem is, ik moet dus even langs Sander. Even zeggen, hey Sander, jij gaat mooi zelf even uitrekenen wat al het geld is. Dat ga ik niet in mijn episode doen. Ik kan het ook mezelf zo meteen doen, maar ik ga niet in mijn episode dat uitrekenen allemaal. Het is iets te veel werk om het in opnames te doen. Het is niet leuk voor jullie om te zien ook. Maar goed, ga ik even naar de kassen, naar alle opslag hier over mij. Dan gaat dit even in de kist, 100% gemeentegeld. Nou, eigenlijk mag het van mij zijn. Wat ik doe, ik stop dat allemaal. Dus drie stacks diamond stop ik dus inderdaad mooi in de gemeente. 8 diamond blokken. Niet heel veel is, laat me uitrekenen, dat is 10.000, 20.000, dat hou ik voor mezelf. Valt reuze mee. Nou, dan gaan we kijken. 80% van de inkomsten van CEO bouwbedrijf Flapperino. Die moet ook geld leveren. Dat is dus, even kijken, inkopen, dit is deze. Boom. Wow! Dit is dus alles wat ingekomen is van het bouwbedrijf. Het zijn echt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 16 stacks diamond. En dan nog heel veel duitjes ook hier. Oeh! Dat is binnengaan van het bouwbedrijf. Maar ook hier zie ik weer geen boekje bij. Dus ik baal weer. Had in het Flapperino dat ook niet goed heb ingevuld. En ik ga dat niet natellen. Dat is niet mijn taak. Dat is iets wat ik ook met Duffy besproken heb. Van hey luister, ik wil het graag doen. Ik wil je graag het geld geven wat ik moet doen. Want dat is mijn taak. Maar ik ga niet hun shit tellen. Dat moeten ze zelf leveren. En dat ga ik niet doen. Want ze hebben dus nu heel simpel gezegd. Als je het in het echte leven kijkt. Het is een KVK. Het is een bedrijf. Die moet ik belasting invullen. En dus ook factuurtjes hebben. Facturen zijn dus inderdaad. Als je iemand je betaald heeft ervoor. Dan kan je dat laten zien. Hun hebben geen factuur ingeleverd. Oftewel, het is niet legitiem verklaard. Dat kan ik niet inleveren. Want dat kan ik niet bij de belasting laten zien. Want we weten niet waar het vandaan komt. Op die manier werkt het eigenlijk de server. En dat hebben ze dus niet gedaan. Dat houdt in dat ik mijn taak hier niet kan uitvoeren. Want ik ga niet al hun shit narekenen. Want ja, dat is gewoon niet slim. Dus we moeten eventjes het bouwbedrijf even een tik op de vingers geven. En mijn inkopen, Sander, ook even een tik op de vingers. Allebei, ik moet ze het inleveren. Allebei doen ze het niet goed. Dat is jammer. Ja, ik ga mijn kist kijken. Wat er allemaal zijn. Vergunning plots. Dat is allemaal geregeld met Blizzarian. We gaan even kijken. Ik heb 2 sollicitaties binnengekregen weer. Armstussy. Deze gast. Armstussy, jou ga ik sowieso niet aannemen. Ik solliciteer voor de wethouder. Dacht ik waarom was wethouder? Dacht dat we de kans op de wethouder hadden. Omdat ik gewoon een heel vriendelijk iemand ben. Ja, dat maakt me helemaal geen reet uit. Maar Armstussy is iemand die heeft letterlijk... die heeft letterlijk gewoon 6 keer denk ik gevraagd. Heb je al gekeken? Heb je al gekeken? Heb je al gekeken? En niet alleen bij mij, ik was een weekendje eventjes gaan chillen met mijn vrienden. Gewoon een weekendje in Mytopia geweest. En ik kreeg in de Skype call te horen van de andere wethouders van... Ja, de ene Armstussy die is bij ons gekomen. Die heeft letterlijk 4 keer gevraagd van... Hey, heeft Dylan al gekeken naar zijn sollicitaties? En dat is iets wat ik niet wil. Dat is gewoon super irritant. Dus Armstussy, sorry. Adres. Cosmopolitan 130 gemeente. Cosmopolitan verzender El Chapo. El Chapo, dat is toch die drugsdealer. Naar aanleiding van jullie geruchten van jullie nog een extra wethouder zoeken, ben ik gegaan met sorry, even mijn sollicitatie. Ik zal me even mijn naam, echt naam is Jake, ik ben 16 jaar oud en naar de haven 4 en ik mijn haven heb afgemaakt, wil ik een economische opleiding gevolgd van de haven nu best makkelijk. Hierdoor hoef ik weinig tijd om mijn huiswerk en mijn toetsen te besteden. Als een goede cijfer gaan ingamen, zoals kort level 3 en dan word ik meteen aan de slag om een mooie baan te krijgen. Time, niet slecht, de grey bar is voor hem. Is een mooie. Ik moet 60k de bank, een vitamines gaan verkopen in een pand. Hij heeft een beetje een achtergrond van zaken doen. Hij heeft geen goede microfoon. Ik wil niet met mijn stem op YouTube komen. Het hoeft ook niet per se. Soms 1 hele avond weg. Ik kan niet zo goed met 2 dingen tegelijk bezighouden. Dat is lastig. Want ik moet wel mijn collega's kunnen aanspreken en met ze kunnen praten. Dat is belangrijk. Ik vind geen slechte sollicitatie voor nu. Ik leg hem even terug hierin. El Chapo, als je kijkt naar de video, je kan nog van me horen. Dat is belangrijk. Dat is even dat je het even weet. Nou, ga ik even lekker naar buiten. Dan ga ik even gewoon langs de kisten lopen natuurlijk. Want dat hoort ook met mijn dagelijkse rondje. Dus even kijken, dan ga ik lekker op de bank zetten. Pots, heb ik weer geld op de bank staan. Helemaal mooi. Even kijken, brievenbus plot aanvragen. Helemaal leeg, nice. Bouwvergunning, helemaal leeg. Overgebruiksbus, helemaal leeg. Ik moet zeggen, die Eagle Shooter. Ik heb hem niet zo heel erg goed geholpen. Vorige keer in de video heb ik het net ook verteld hoe het allemaal werkt met Eagle Shooter. Hoe het allemaal in zijn werking gaat. Maar Eagle heeft heel veel initiatief getoond. Die heeft heel veel boeken op tijd te sorteren. Hij doet zijn werk heel goed. Dus ik ben heel blij dat ik Eagle Shooter heb aangenomen als wethouder.
En zoals jullie kijken hoe hij deed vorige keer. Zo verstandig moet je zijn. Zo slim moet je zijn als je bij mij wil werken. In mijn wetshuis, zeg maar. Want in mijn gemeente. Aangezien ik zelf niet heel veel tijd heb om elke dag aanwezig te zijn. Dan moet je heel veel zelf regelen. En heel veel initiatief laten zien. Durf iets te verkopen voor de goede prijs. En de juiste beslissingen maken. Daar moet ik je in kunnen vertrouwen. En als ik je niet kan vertrouwen daarin. Dan helaas kan ik je geen baan aanbieden. Want het is niet de bedoeling dat, dat je eigenlijk te goedkope huizen gaat doen. Vertrekpunt naar Contractia en naar Industrial. Waar is Industrial dan? Oh, dat is nieuw. Nee, ik ga naar Contractia. Toch? Ja, ik ben naar Contractia. Contractia is natuurlijk een level 1 zone. En dan ga ik even die boekjes checken, want ik vind het altijd leuk, jongens. Ik heb gekeken vorige keer in de comments van, jongens, wat vinden jullie leuk om te zien ook als burgemeester? Jullie vinden dit grappig om te zien, want sommige mensen hele slechte boekjes inleveren. En dat vinden jullie vooral grappig om te zien. Oh, stack potatoes, dankjewel. Gratis eten, vind ik altijd fijn, gratis eten. Word ik heel blij van. Alright, voor degene, sorry, ik heb even een knipje erin gedaan, een korte. Omdat ik zag in één keer een arm hier bewegen. Mijn broer die wou mijn televisie meenemen naar zijn werk. Dat mag van mij, maar hij doet precies als ik aan het opnemen ben. Dat vind ik niet zo fijn. Maar goed, we gaan verder. Ik heb in ieder geval een stack eten gekregen, gratis. En we gaan even de boekjes belezen. Dus daar gaan we. Tak, 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 tak. Oh man, ik heb echt veel te veel troep bij. Wat ik even ga doen is even naar de prullenbak. En de prullenbak kan ik gooien. $9. Met de bril niet, want die is veel geld waard. Hallo, de ladders mag ik hier nu eigenlijk niet hebben. Waterbottels, waterbottel, waterbottel. We gaan erin, water, water. Die. Ik wil eentje overhouden. Zoiets. Ja toch? Ja, prima. Mooi. Dan gaan we lezen. We gaan beginnen, want dat vinden mensen het leukst. Mensen vinden het grappig. Hopelijk hebben we stommen erbij, want dat is altijd leuk. We gaan kijken. Zonder twee aanvragen. Ik heb een plot met mijn huis. Plot is van mijn vriend Tim Topper. Ik heb het huis op betaald. Pigo Gaming. Dat was het. Welk level is Pigo? Weet ik niet. Welke stad is het huis? Link of support of contraction, maar ja. Weet ik niet. Level 3? Weet ik niet. Geen geld? Weet ik niet. Dus jij gaat helaas... Oh, wacht, gooi even daar een andere hoek op, want dan pak ik het zo meteen weer op. Geen idee! Annulering! Dus ik heb ingeschreven voor Cosmo, waar ik woon nu in Heurotopia, dus ik wil het annuleren. Jouw naam is Lini Power. Oké, Lini Power. Dat is helemaal goed. Laat ik even kijken, Lini Power. Waar is Lini Power? Is hier nergens een Lini Power? Nou, dan gaan we naar de volgende. Aanvraag Cosmo. Ik zeg dat ik Cosmo en een winkel openen. Oh, ik ben level 3. Mooi, ik heb een huis plot en huis zone 1. Namelijk Traxia plot 78. Nice. Ik heb een kamerbank. Juicy fruits. Nou, wat ik dan doe, dan zet ik hem hierbij. En dan gaan inderdaad mijn collega's, mijn wethouders gaan controleren of het klopt wat ze allemaal zegt. Ik wil goed zorgen dat Cosmo om daar een perfect leven te kunnen leiden en kunnen werken. Ik wil 500 miljoen op bank. Maar dit is niet echt een aanvraag, dus helaas... Pindakaas, niet aangenomen. Dit soort aanvragen, jongens, kom op. Nou, als je mijn video's kijkt, dan had je het moeten weten. De aanvraag is eigenlijk, wanneer krijg je niks, ding level 2? Yo, dan kan me geen reet schelen wanneer jij level 2 krijgt. Niet mijn pakje aan. Waarom vraag je het aan de burgemeester van Cosmopolis wanneer jij level 2 krijgt? Dude, kom op. Ik moet je niet bij mij zijn. Hallo, ik zit een aantal uur op de server, maar ik kan geen werk vinden in mijn naam, want ik wil niet zo'n derper zijn. Ik wil volgende bak, omdat ik met een Cosmo kan om daar misschien een baan te krijgen. Want ik heb €5 voor deze server betaald. Ja, iedereen. Maar ik word ergens aan, dus ik kom soms gewoon antwoord krijgen. Samsung klant, sorry. Wat je bedoelt om werk te krijgen. Vragen naar werk. Vraag of je werk kan krijgen bij mensen. Gewoon, hey, kan ik hier werken? Dan ga je op Teamspeak en dan ga je met ze praten. Van, oké, ik wil graag werken omdat deze en deze en deze reden. Kan je geen werk vinden? Start je eigen bedrijf met een paar vrienden. Je hebt allemaal 10k. Als goed is het begin krijgen 5k. Kun je heel makkelijk bedrijf mee starten. Maar dit is niet de aanvraag voor mij. Sorry, ik kan niet aan. Ik heb geen werkzoekende in mijn dingen nodig. Hoi, ik ben Sander Otter. Hoi, Sander Otter. Ik ben 12 jaar oud. Zeg, ik heb een potten gedaan. Baan zoeken en een huisje bouwen. Dat is niet de bedoeling van Cosmopolitan. Daar moet je al succesvol zijn. Dus dat is Sander. Weer een goede aanvraag. Tot nu toe heb ik 1 goede aanvraag en 5 of 6 niet goede. Dit is van Jan. Dat is ook al geregeld. Dat hebben we al gehad. Dat heb ik net gelezen. Die over het geld van Jan de Engelman. Nou, nog 4 boekjes. Surprise me. Ik wil graag afdoen een Cosmopolitan. Ik ben level 3. Ik heb 2 plots in contractie. Ik heb plot 75 van mij. En ik heb vriend bijna alles betaald. Maar dan nog plots aan 120. Tim Dopper. Ik werk ook in de groepshop in contractie. Ja, maakt me geen reet uit. Ik wil alles alleen maar doen om een Cosmopolitan te komen. Level 3. Er zit geen geld. Oh, is er niks over geld? Is er nergens 60k plus? Sorry Tim Dopper, het spijt me. Weer afgekeurd. Ik wil die rijke boy met al die money. Oké, leuk. Weet de best, level 1, geld 2000, mooie kleding. Nu wil ik zone 2. Als je me level 3 geeft en 60k komt in deze stad, dan start ik een bedrijf. En betaal je 90k monies. Oké, bye, doei. Nou, ik denk, weet de best, dat jij echt moet werken aan je Nederlands. Dat is het eerste, met hoofdletters werken en weet je wel, met punten. Het is niet zo moeilijk, spelling. Maar helaas, dat is Nicky Nick natuurlijk! Hallo meneer, ik sta op Cosmopolitan. Ik heb wel een beetje gehad met deze stad. Ik sta op Cosmopolitan. Ja, Menno, zorg maar eerst dat je gewoon zorgt dat je je aanvraag goed uitziet. Waar is je level? Staat er niet bij. Er staat niet bij hoeveel geld je hebt. Er staat niet bij of je een plot hebt.
Dus sorry Menno, weer afgekeurd. Volgende, beste burgemeester, namens wethouder. Gewoon Brit, level 3, plot 140k. Helaas, 40k is niet genoeg om te mogen wonen in Cosmopolitan, want daar kan je namelijk niet eens een plot van kopen meer. Dus ook Brit niet. Nou, allemaal afgekeurd. Eentje goedgekeurd. Als het klopt wat diegene zegt. Dat moet ik natuurlijk niet controleren, dat doet mijn wethouders. Dus ja, zo gaat het in zijn werking hier. Het is echt geniaal, gewoon dat zoveel mensen het verkeerd invullen, terwijl het zo duidelijk staat wat je moet doen en hoe het precies werkt. Ik snap die mensen zeggen heel vaak klagen van, ja, nee, ik word nooit aangenomen in steden en ik wil het niet. En dan kijk je die aanvragen van die mensen, jullie zien het ook, die aanvragen, dan zit je echt van, dude, are you fucking kidding me, weet je? Het is echt heel erg. Dus dat is wel iets wat jammer is. Nou, dan ga ik ondertussen lekker terug naar mijn eigen, naar mijn kantoor natuurlijk, Cosmopolitan. En dat is wel heel erg fijn, heel erg belangrijk natuurlijk, om lekker netjes mijn spulletjes aan weer neer te leggen. Het ene boekje bij een van mijn wethouders te droppen. En die gaan natuurlijk controleren en het goedkeuren. Dat is heel erg belangrijk. Want ja, hey, hoe meer mensen in Cosmopolitan, hoe beter het is voor de stad. We beginnen wel een beetje vol te lopen. Het gaat de goede kant op Cosmopolitan. We hebben heel veel plots verkocht. Een groei van 180% in het geld. Dat is hartstikke goed. Alleen, ja, dat komt dus omdat ik geen dapies, geen druifjes in mijn stad aanneem. Alleen maar mensen die geld kunnen uitgeven en mensen die graag weten wat ze willen doen eigenlijk vooral. Dus geen stomme mensen eigenlijk in mijn stad. Die geen stomme mensen kosten porten, zorgt voor een stad die heel de tijd voort blijft gaan. Blijft bloeien en niet achteruit gaan. Hoppakee, deze ga ik neerleggen bij wethouder Zo Sander. Alsjeblieft Sander, je krijgt een Juicy Fruits erbij. Top! Alright mensen, in ieder geval, dit was weer een nieuwe Mindtopia episode op mijn kanaal. Ik heb een paar dingen met jullie besproken natuurlijk. Gezien hoe ik 500k geld gekregen heb van Jan de Engelman, die jij niet had mogen meenemen. Uitgelegd dat niet tevreden ben over het bouwbedrijf en over mijn inkoop met het inleveren van hun boekjes. Want dat doen ze gewoon niet goed. Helaas pindakaas, dat had ik niet kunnen laten zien. Dat doen we de volgende keer wel weer. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog als je het super awesome vond. Ik zie jullie graag in de volgende video. Kijk, een mooi shirtje. Oh, beast, een mooi shirtje. Oh, dan kan ik leuk intro de auto doen. Dan gaat het. Hartelijk ziens en natuurlijk... Peace!